It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal, Chester. En welkom bij de derde video vandaag op mijn kanaal. We spelen nu een potje Team Deathmatch met de CUDA en met de Raid. Want zoals jullie de video om 12 uur hebben gezien, had ik de Raid unlocked. Die speelde ik met de Man-O-War op Aquarium. En we gaan nu dus met de CUDA spelen met een Quick Draw, Grip en Long Barrel. En natuurlijk de UAV, de County UAV en de Raid. En nog eens als specialist natuurlijk de... Reaper. En zoals jullie zien heb ik op mijn CUDA heb ik even een mooie camo zitten. Dus dat lijkt een beetje op de Beast camo van Black Ops 2, maar ik weet even niet hoe die heet. En ik heb deze map nog niet gespeeld, zoals jullie weten. Want ja, ik weet niet. Ik heb heel veel Nuketown gespeeld. Maar we gaan even kijken of ik gewoon een chillpotje kan neerzetten natuurlijk. Oh, ze zitten daar dus al te campen. Ik weet deze map dus nog niet aan mijn hoofd. We gaan gewoon kijken of het een beetje speelbaar is natuurlijk. En of we misschien onze raid kunnen halen. Ik ga er maar vanuit dat we nog niet onze raid gaan halen. Ik ga eerst eventjes natuurlijk gewoon een beetje het spel verkennen. En mijn teammate die zat te kutten daar zo, jongen. Die ging dood terwijl ik aankom lopen daar zo. Ik heb deze map natuurlijk nog niet gespeeld zoals ik al zei. Je kan dus niet via de zijkant lopen hier. Jezus, hij staat daar fucking hard te headglitchen, jongen. Holy shit. Dat is echt het nadeel in deze game dat mensen alleen maar doen. Alleen maar het glitchen. Oké, let's go. Daar hebben we kill. Voor mij is dat een payback. Ik weet niet zeker. Let's go. Oeh, hij zat daar zo. Maar zit ook de hele tijd wat in mijn oog. Even eruit proberen te halen. Zo. Maar, vergeet natuurlijk niet je blauw duimpje omhoog achter te laten. Dat helpt me natuurlijk enorm. En als je de video natuurlijk om 3 uur nog niet hebt gezien, kijk die dan natuurlijk ook eventjes. En als je hem om 12 natuurlijk niet hebt gezien, dan moet die ook even kijken. En kak, ik heb mijn flag jacket verspeeld. Ik heb wel flag jacket op deze klas. Ja, ik heb wel flag jacket op deze klas. Maar ja, dat werkt niet als je gehit wordt. We moeten even een beetje concentratie in het potje gooien, jongens. Anders gaan we geen relaxed score neerzetten. Holy shit, hij zit hier! Holy shit, dat ik hem over het hoofd heb gezien, zeg. Wat een retard ben ik. Waarom had ik hem niet gezien? Dat snap ik even niet. Hè. Kijk, ik ga het in de opname terugkijken als ik ga editen. Hoe kon ik hem dan niet gezien hebben? Mijn Sixth Sense ging wel gewoon af. Kom maar. Ik dacht sowieso dat hij daar ging headglitchen. Dat doet hij dus niet. Dat is mooi. Spring even hier weg. En even hier. Lukken teammates? Holy shit, ik heb geluk. Ik heb een UAV. Dus ik kan hem even in. Ik heb jeuk aan mijn neus. Ik moest even nadenken waar ik jeuk had. Oké, we gaan even de Reaper inkallen. Kijken of we hier iets mee kunnen gaan doen. Ik hoop het wel. Vorige keer ging het niet zo heel al te best. Nou, dit slaat nergens op! Jongen, ik verneuk mijn fucking Reaper altijd. Ik kan nog bijna mijn raid ook geloven. Ik weet niet zeker hoor, maar... Wat een kak zo echt. Ik zweer het je, ik kan er echt niet tegen gewoon. Ah, let's go. Double kill. Ik snap niet waarom ik altijd dat ding choke, jongen. Ik zweer het je. Altijd heb ik dat gewoon. Choke altijd dat kudding. Zit gewoon in me, jongens. Ik choke mijn specialist altijd. Niet campen. Ik ga gewoon rondrennen. Je moet de map verkennen, jongen. Let's go. Ik heb nog geen scavenger, dus ik moet dadelijk even een wapen oppakken als ik nog 2 mensen kill. En daar een hele ammo voor nodig heb. Nou, laten we deze KM44 maar oppakken. Ik durf het bijna wel zeker te zeggen dat ze hier in mijn rug gaan komen. Ik zet hier 1 links. Ik denk, ja! Er zat er 1 links, laten we daar op houden. Zit weer achter me. Er zweeft daar ook een fucking random wapen. Challenge me maar. Oh fuck. Jongens, we hebben een probleempje.
Waar zit de enemy? Daar dus. Oké, ik heb een counter UV. Ik heb bijna mijn raid, nog 3 kills. Go! Reaper gear unlocked, dat is mooi natuurlijk. Kom op. Ik kan niet omhoog, want mijn boost ding is op. In mijn rug en ik verneuk hem weer. Ik verneuk mijn raid weer. Oké, jongens, we gaan deze aflevering niet halen. Dan maar een keer een andere opname hoor. En ik verneuk weer mijn Reaper. Aan dan, jongens, ik zweer. Ik ben de specialist choker, echt waar. Ik krijg er 1 of 2 kills mee en dan is het dan. Speelde ik toevallig... Oh mijn god. Ik speelde toevallig met Tom vandaag op Nuketown. En dan had ik echt even 1 dikke 6-man feed met dat ding. En ik had ook een... 6-man lightning op hardpoint. Dat was ook met Tom. Dat was echt 1 zieke fucking... multi. En daar heb ik een chip triple gechoked. Oké, we gaan dit winnen op dit moment. Ik wil het wel winnen. We staan 1 keer voor. Dus beter winnen we dit eventjes. En nu zijn we de UAV. We moeten nog 5 kills, kom op. We moeten winnen zijn, toch? En ik ga dood. Fuck. Oké, kom op, nog 1 kill. Let's go, we hebben begonnen. 19 op 10 is ons eindscore natuurlijk. Niet al te best, maar ja, het kan ermee door. We hebben jammer genoeg niet de raid gehaald, maar wel gewoon echt een paar keer. 2 keer geloof ik onze Reaper en gewoon een paar keer onze UAV en counter UAV. Mocht je nou het hebben van de laatste video van vandaag, geef dan even een blauw duimpje natuurlijk. Vergeet de video van 3 uur nog niet te checken als je dat nog niet hebt gedaan. En die van 12 uur. Dus jongens, ik bedank jullie heel erg voor het kijken in deze video. En tot de volgende keer jongens. Later.